Damien van Brugge, morgen de uitwedstrijd bij PEC Zwolle. Wat verwacht je van die tegenstander? Ik denk een ploeg die graag wil voetballen van achteruit. Ik denk dat ze de laatste tijd ook hartstikke goed doen. Dus ik verwacht een lastige pot, maar ook wel weer een wedstrijd waarin kansen liggen, zeker. Ja, zij zijn ook een promovendus natuurlijk. Ze draaien ook goed, 2 punten meer zelfs dan Almere City. Dus ja, enerzijds een wedstrijd waarin kansen liggen, maar ja, zeker ook een ploeg die het op dit moment goed doet. Ja, klopt. Volgens mij de laatste 7 wedstrijden ongeslagen, geloof ik. Dus we kunnen ons borst nat maken morgen. Ja, hoe zitten jullie in het seizoen op dit moment? Het gaat goed natuurlijk, maar er is ook nog een lange weg te gaan. Is het belangrijk die focus te behouden? Want ja, als jullie nu verslappen, dan gaat het alsnog mis. Ja, zeker weten. Kijk, het zijn nog 13 wedstrijden en we staan inderdaad, momenteel staan we er goed voor. Maar je moet elke wedstrijd weer beginnen en eindigen alsof het de laatste is. Want uiteindelijk heb je meer punten nodig om jezelf veilig te spelen in de Eredivisie. We zijn goed op weg, maar we hebben ook nog gewoon een lange weg te gaan, zeker. Hoe is het voor jou als centrale verdediger met jouw collega-verdedigers? Eerder dit seizoen vielen er nog wel eens veel tegendoelpunten in een wedstrijd. De laatste wedstrijden lijkt dat steeds beter te gaan. Is dat ook iets wat jij ziet? Zit daar een verbetering in? Ja, ik denk het wel. Ik denk, vorig jaar in de KKD hadden we natuurlijk een goede achterhoede, goede samenwerking onderling. En in het begin van het seizoen waren we toch wel zoekende. Maar ik denk dat we de laatste 2-3 maanden toch weer terug naar de basis zijn gegaan. Die ons vorig jaar ook veel succes heeft gebracht. En ik denk dat ook wel een reden kan zijn waardoor de laatste tijd inderdaad wat beter oogt achterin. Ja, betekent dat ook dat je dan beter in wedstrijden blijft zitten? Want ja, bijvoorbeeld thuis tegen Heracles, dat is natuurlijk een wedstrijd waar jullie eigenlijk goed in zitten tot de tegendoepen te vallen. En dan gaat het ineens hard. Ja, klopt. Ik denk als je lang in de wedstrijd blijft zitten, heb je altijd de kans. Kijk, als je op een gegeven moment in de 5-6 minuut 1-0 achter staat en je krijgt de 2-0 tegen, dan is het klaar. Maar als je lang in de wedstrijd blijft, dan kan je zomaar in de laatste minuten nog echt een slotoffensief erin gooien. En toch nog een punt pakken of misschien zelfs winnen. Dus ik denk dat sowieso altijd belangrijk is om echt in de wedstrijd te blijven. En niet op een gegeven moment dan na 0-1 achterstand dan maar helemaal verbankt te gaan en naar de wedstrijd uit handen te geven. Nou, tegen PEC hebben jullie in ieder geval eerder dit seizoen laten zien dat er een resultaat erin zit. Toen ging het toch nog net mis. Maar is dat toch ook iets wat vertrouwen geeft tegen zo'n tegenstander als je daar nu op terugkijkt? Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat we sowieso met vertrouwen die kant op kunnen. Want wat we net al zeiden, dat we gewoon goed bezig zijn. En ik verwacht dat we morgen gewoon een goede wedstrijd gaan spelen. Succes morgen, dankjewel. Thanks, Damien.